in de stad Amsterdam, waar de zeelieden lallen en als een wiel zo lang in de dokken gaan ronk. In de stad Amsterdam, waar de zeeman ontwaart. Dus je bent al aan het presenteren. Welkom in de Jordaan. In Osdorp. In Geuzeveld. In Zuidoost. Hoi, ik ben Melania en ik sta vandaag op de Kinkerstraat. En ik ben hier omdat het morgen een hele bijzondere dag is in Amsterdam. Want ze viert haar verjaardag. En niet zomaar een verjaardag, maar haar 744ste. Behoorlijke leeftijd al. En ik ben heel benieuwd hoeveel Amsterdammers daar vanaf weten. Dus ik ga de straat op en ik ga kijken wat mensen hierop te zeggen hebben. Hoi, mag ik u misschien iets over uw stad vragen? Jazeker. Ja, de stad heeft morgen een hele bijzondere dag. Okay. Weet u misschien wat er aan de hand is morgen? Ik zal het niet weten. Ik wil het ook niet weten ook. Nee? Nee, dat is niet helemaal gelukkig. Ik zou het willen, maar ik heb geen idee. Nee, geen idee. Ik ben heel benieuwd. Morgen is er een best wel bijzondere dag voor de stad. Weet u wat er aan de hand is? Nee. Zondag? 27 oktober. Is de trouwdag van mijn ouders? Ik ben bang dat ik het gemist heb. Vertel! Okay. Ik weet er van niks. Nee. Je komt uit Friesland. Nee, geen idee, want ik woon in Almere. Heeft u enig idee wat er aan de hand is morgen? Nee, dat gaan we zo horen van jou. Ja? Nou, 27 oktober, misschien zegt u al iets meer. Nee. Ik denk dat het een vrije zondag is. Dat sowieso. Okay. Maar er is nog een extra feestelijk iets. De stad is jarig. De stad is jarig? Ja. Heeft u enig idee hoe oud de stad ongeveer is? Oh ja, Amsterdam is jarig, maar ik weet even niet meer hoe oud Amsterdam is geworden. Morgen is de stad jarig. Ah, oké. Okay. Heeft u enig idee hoe oud ze wordt? Nee, ook niet. Nee. Geen idee. Nee. 749. 750. Bijna inderdaad. Is dat morgen al? Nee. Volgend jaar is het toch? 725. Bijna, ietsjes hoger. 750. Ja. Ik had toevallig op Facebook gelezen dat het inderdaad over zoveel jaar 750 jaar bestaat. Dat heb ik wel gelezen. Ja, klopt inderdaad. En daarvan wordt er elk jaar feest gevierd. Ja. 850 jaar minimaal, denk ik. Wat dan? 1200, 1400? Dan wordt ze denk ik een jaar of 900. Wat denkt u? Ja, ik denk ook zo'n beetje. Ja. Nou, ik heb er nooit een studie naar gedaan, maar ik vermoed. Nou, laten we het houden op 720 jaar, als ik gok mag. Nou, je zit goed in de buurt, 744 is ze. Oh, zit ik toch goed? Ja, is toch een redelijke schatting inderdaad. Ja, ik combineer het met de oude gebouwen en zo. En... Ja, en dan komt u een heel eind, hè? 744. Ja, zijn we niet zo goed in onze geschiedenis, hè? 44, leuk. Ja. Waar wordt het feest gehouden? 744. Ja. Ah, ja. Ja, had ik moeten weten. Ja, nou ja, dan hoorde u het nu. Ja. Oké, dan. Ja. Daar sta ik versteld van. Ja. Maar de stad heeft dus de verjaardag. En ik ben heel benieuwd wat u de stad zou toewensen. Als u een wens mocht doen voor... Iets minder drukte. Toeristen. Ja, ik ben nu ook een toerist in mijn eigen... Stad van vroeger, ja. Maar ja, het is toch wel, nu gaat het wel, maar als je weer meer richting zomer gaat, dan kun je over de hoofden lopen. Nou, dat de mensen wat socialer mogen zijn naar elkaar toe, wat liever. Ja. Dat? Ja. Ga zo door. Ja. Ik bedoel, helemaal tevreden. Nou, ga zo door. Ik vind het leuk dat hier allerlei mensen van allerlei culturen samenkomen. En ik hoop dat het zo blijft, dat het nog beter wordt zelfs. Ja. Ja, broederschap, veiligheid, liefde, ja. Mensen met elkaar, meer met elkaar doen, elkaar elkaar leren kennen in de buurt, in plaats van geïsoleerd leven en beter met onze oudere mensen omgaan. Ja, blijf zo mooi als dat Amsterdam is. Dat is mijn wens. Ja. Liever gedrag van de fietsers in de stad, wat aardiger voor elkaar zijn. Dat gun ik Amsterdam. Amsterdam is Amsterdam niet meer. Maar wat zou u terug willen? Gezelligheid, en die is er niet meer. Dat de mensen voor elkaar opkomen, is er ook niet meer.
meer rust. Vooral ook meer mooie plekken voor Amsterdammers behouden. Nou, hopen dat we nooit een aardbeving krijgen. Okay. En dat de oude gebouwen goed onderhouden blijven ook. Ja, wat meer ruimte, wat toleranter, wat rustiger, wat netter gedrag naar elkaar toe. Ja. Nou, en als u nu weet dat de stad jarig is, heeft u nog iets, gaat u iets bijzonders doen om het te vieren? Nee. Al is het iets kleins? Ik ga morgen naar mijn ouders, die wonen heel ver buiten de stad. Okay. Ja. Ja, we gaan een visje eten vanavond. Hè? En een bloemetje op tafel natuurlijk. Maar ook deelnemen aan alle activiteiten in de stad die er dan georganiseerd worden. Want volgens mij gaan ze groots uitpakken. Nee. Morgen ben ik gewoon lekker thuis. Een glaasje extra misschien drinken of een stukje cake eten. We gaan eerst nog even naar de oude buurt waar ik gewoond heb. Vondelpark misschien nog eventjes. En dan is het wel tijd voor een drankje. Vieren? Het is wel goed. Ja. Misschien een extra drankje of een harentje. Ja, dat doen we al. Ik haal straks een lekkere ossenworst. Die ga ik daarop eten. Nou, dan. Ik weet er niks van. In feite, ik ben een beetje met de verhuizing. Dus ik heb even andere dingen aan mijn hoofd. Ja. Nou, ik vier het wel bij de kachel. Ja, u gaat lekker warmen. Ja, zeker weten. Ja, mooi. Nou, we komen niet uit Amsterdam. Dus, Ik wil van Oshine, maar ik woon hier al heel lang niet meer. Dus, okay. Dus het is niet een speciale dag voor ons. Nee. Nou, succes. Dankjewel. En geniet van uw visje. Jo, dank je. Daar.